In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag ga ik het hebben met jullie over een vers die in het Evangelie volgens Sint Lucas staat. En dat is een vers die heel duidelijk lijkt. En dat is een vers waarvan de boodschap heel duidelijk lijkt, maar waar we misschien ook op een hele andere manier naar kunnen kijken. En waardoor het eigenlijk nog veel, veel leuker wordt om hem te volgen. En het gaat om vers 35 in hoofdstuk 6 van het Evangelie van Sint Lucas. Dus Lucas 6, 35. En in die vers staat: maar heb uw vijanden lief en doe goed. Leen zonder hopen iets terug te krijgen. En dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbare en de slechte. Sint Lucas schrijft hier dus eigenlijk op wat de Heere Jezus heeft gezegd tegen de menigte. Want deze vers staat in een hoofdstuk waarin Jezus eigenlijk heel veel leefregels geeft aan de mensen en heel veel leefprincipes geeft aan de mensen. Dus hij, onder andere vlak nadat hij de zaligspreking heeft gedaan, die we allemaal kennen vanuit de Ekbeë, omdat we die dagelijks bidden. Dus hij zegt hier eigenlijk tegen ze: heb uw vijanden lief. En daar wil ik het eigenlijk met jullie een beetje over hebben, want dat is natuurlijk onmogelijk. Dat klinkt zo moeilijk. Hoe kan ik mijn vijanden lief hebben? Want het is mijn vijand om een reden. Mijn vijand heeft me pijn gedaan. Mijn vijand heeft me kwaad gedaan. Hoezo zou ik die lief moeten hebben? Want dat is het hele andere uiterste. Als ik van iemand moet houden, dan is dat aan de andere kant van het spectrum van het niet houden van iemand. Dus mijn vijand, dat is eigenlijk intrinsiek aan het woord. De betekenis van het woord betekent dat ik niet van hem hou. En nou vraagt de Heere Jezus aan mij om eigenlijk de andere kant van het spectrum bij elkaar te brengen. Dat ik opeens van deze persoon, deze nare persoon, dat ik die liefde moet geven. En liefde is het allermooiste wat er is. Als ik iemand liefde kan tonen, als ik liefde kan hebben voor iemand, dan betekent dat eigenlijk dat ik het allerhoogste heb bereikt. Dus als ik dat kan geven aan iemand die ik eigenlijk niet mag, dan betekent dat dat ik heb gedaan wat onmogelijk is. En daar wil ik het dus even op inzoomen. Want waar gaat het nou helemaal over hier? Het gaat erover dat de Heere Jezus iets vraagt aan ons waarvan wij denken dat het onmogelijk is, maar dat is het niet. Want de Heere Jezus heeft bijvoorbeeld niet gezegd: je komt pas in de hemel als je gaat vliegen. Dat is onmogelijk, want hij heeft de mens niet gemaakt om te kunnen vliegen. Maar hij heeft de mens dus wel gemaakt, blijkbaar, om lief te hebben. En dat we dat niet kunnen, dat is niet onmogelijk, maar dat is een stukje onkunde van ons, dat we dat misschien niet willen. Dat we daar niet mee bezig zijn, dat we daar niet genoeg moeite voor doen. Dus is het zo onmogelijk? Nee. Is het moeilijk? Absoluut. Het is super, super moeilijk. Het is super moeilijk om te houden van iemand die je helemaal niet wil liefhebben. Maar daar zit het hem in. Het gaat over dat stukje willen of niet. Niet over dat stukje kunnen. Dus dat zijn twee verschillen. Kunnen en willen zijn twee verschillende dingen. Als ik mijn vijanden dus liefde kan geven, ook al lijkt de reden voor mij totaal onlogisch, dan zegt de Heere, dan zal je de kinderen van de Allerhoogste zijn, dan zal je mijn kind zijn. Dan zal ik jou kunnen, nou ja, dan ben je gewoon een deel van mij. Dat is het eigenlijk. Ook zegt de Heer hier, de Heer Jezus zegt dat je loon groot zal zijn. Wat voor loon? Waar heeft hij het over? Dan heeft hij het eigenlijk over iets wat zo groot en zo niet weg te krijgen is. Omdat je, als je liefde hebt, dan heb je eigenlijk alles, alle ingrediënten om gelukkig te kunnen worden. Waarom zou ik dat dan doen? Nou, je zou dat doen omdat je dan goed in je vel zit. Omdat je dan van de mensen houdt. Omdat je dan het kind van God bent en eigenlijk kan genieten van alles wat er is. En misschien kan je daar wel iets bij voorstellen. We zijn allemaal wel eens op een verjaardag geweest, op een feestje, dat we ons niet helemaal lekker voelden. En dat kan aan verschillende dingen liggen. Maar als ik bijvoorbeeld thuis ruzie heb, dan is het heel moeilijk om te genieten. Ook al is de omgeving om mij heen hartstikke gezellig en hartstikke leuk. Maar als ik niet lekker in mijn vel zit, dan kan ik daar niet van genieten. Als ik wel lekker in mijn vel zit en het gaat thuis heel goed en ik leef in harmonie met iedereen en ik heb liefde voor iedereen, dan is het voor mij ook makkelijker om meer te genieten van zo'n verjaardag of zo'n feest. Want ik zit lekker in mijn vel, dus dan is alles om me heen eigenlijk een stuk mooier. Het is net alsof je een soort van roze bril op hebt, waardoor alles mooier lijkt dan dat het is, omdat ik lekker in mijn vel zit. Dus dat, je voelt je lekkerder in je vel doordat je de liefde van God kan gebruiken en je vijanden dat mee kan geven. Dus het gaat niet om je vijand, het gaat om jou. Dat stukje liefde tonen is zodat jij
een goed mens wordt en niet zodat je vijand per se hoeft te veranderen. Dat hoeft niet, dat is niet de insteek. Dus waarom zou ik eigenlijk settelen voor een klein en aards cadeau dat ik nou ja, misschien wel wraak wil nemen en dan ben ik tijdelijk misschien een klein beetje blij, maar ik word er geen beter mens van, dan dat God mij de belofte doet dat ik zijn kind ben en dat ik voor de eeuwigheid bij hem mag zijn. En daar kan ik misschien van genieten. Dat is een echt, echt duur cadeau en een echt groot cadeau. En dan kan het misschien zijn dat het niet eerlijk is of dat het niet eerlijk voelt. Of hè, zoals in de vers staat dat ik mensen geld heb geleend en het nooit heb teruggekregen. Dat is ook niet eerlijk. Dat is zeker niet eerlijk. Maar God is wel eerlijk. En daarom, alle kleine oneerlijkheden die je hier op aarde in zijn naam hebt laten gaan, die zal hij jou zoveel vergoeden, dat dat eigenlijk ook niet meer eerlijk is. Dat je eigenlijk een cadeau krijgt, dat je genade krijgt die je helemaal niet hebt verdiend, maar die je wel hebt gekregen. Dus God geeft jou wat je misschien helemaal niet hebt verdiend, maar omdat je zeg maar hebt geluisterd in kleine bepaalde dingetjes, dat God je zoveel meer erbij geeft. Dus nee, het is niet eerlijk, maar het is, als ik luister, is het ook niet eerlijk de andere kant op en dan heb ik eigenlijk gewonnen. Zo moet je er naar kijken. Dus waarom zou ik mijn vijanden lief hebben? Ja, omdat God dat zegt, maar ook omdat ik er superveel terug voor krijg. Waarom zou ik settelen voor een klein, zielig, waardeloos leventje hier op aarde, waarbij ik misschien een klein beetje voldoening heb, terwijl ik ook voldoening kan hebben voor in de eeuwigheid, als ik lekker in mijn vel zit, als ik fijn in mijn vel zit. En het allerlaatste waar ik het nog over wil hebben is dat stukje dat de Heere goedertieren is over de ondankbare en de slechte. Dus hij is zo rechtvaardig dat hij eigenlijk ook zijn genade en zijn liefde geeft aan de mensen die het niet verdienen. Daar hoef jij je geen zorgen om te maken. Als God het kan, dan moeten wij als zijn kinderen dat ook een beetje kunnen. Ja, misschien verdient mijn vijand het niet om mijn liefde te krijgen, maar omdat God het van mij heeft gevraagd, omdat God het mij ook geeft, dan zal ik het doorgeven. Dan zal ik daar mijn best voor doen. Dus ik ga niet settelen. Ik ga ervoor zorgen dat ik luister naar Gods woord en dat ik daarmee verder ga. En ik ga ervoor zorgen dat de mensen om mij heen kunnen zien aan mij dat ik een kind van God ben. En dat het leven misschien niet eerlijk is, maar dat God ook niet eerlijk is in de positieve zin. Dus dat ik liever wacht op Gods cadeaus dan op de aardse cadeaus. En als ik weet dat mijn doel is om in de hemel te komen, dan heb ik, dan vind ik innerlijke rust en dan voel ik me ook lekkerder in mijn vel hier op aarde. Wees je daarvan bewust, want soms klinkt het als, ja, later als ik in de hemel kom, voel ik me beter. Als jij erin gelooft dat je Gods liefde hebt, als jij Gods liefde zo kan gebruiken zoals God wil dat je die gaat gebruiken, dan zal je erachter komen dat je hier op aarde ook lekkerder in je vel zit. En ik hoop jullie weer te zien bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven de volgende keer. Tot dan!